Een uitgesteld jubileumfeest, maar precies op de 41ste verjaardag van het vrouwenkoor Mignon werd een feest gevierd. Voorzitter Annemieke Bouwmeester vertelde over de geschiedenis van het koor en nodigde drie dames van het eerste uur uit naar voren te komen voor een kort interview met Omroep Centraal TV. Misschien was dit een beetje een rookgordijn voor het feit dat burgemeester Van Veen de zaal binnen zou stappen. Kijk wat er verder gebeurde. Mag ik alles zeggen? Ja hoor. Ja. En mag hij? Dag Ariad. Dag Simon. Hey. Dag Marijke. Mag ik Marijke? Ja. Dan geef ik het woord. Zullen we bij Marijke beginnen? Dan komt het langzaam maar zeker dichterbij. Marijke, was jij ooit een vuurvink? Nee, ik was geen vuurvink. Nee. Wanneer ben je toegetreden tot dit koor? Ja, in het einde van 1982. Ja, oh, ik denk dat de cameraman wil dat je iets meer die kant opdraait. Ja. Ja. Ik zag het aan. Het einde van 1982. Ja. Ja. Dus je bent al heel lang lid. Wat maakt het zingen in een koor nou zo leuk? Ja, het zingen samen. Bij alle mensen. De dirigent. Ja, gewoon het samen zijn eigenlijk. Ja, het samen. Ja, ik merk al aan de sfeer hier, dat zit goed met dit koor. Dat is een teken. Ja, heel goed. Ja. Nou, dat is mooi om te horen. Geniet van de avond. Ja, dank je wel. Van die 40 jaar, de terugblik waarop dit alles is geschied. En hoe dat is geschied. Want, dan kom ik bij jou, Ans. Ja. Was jij wel een vuurvink? Ja, ik ben als vuurvink begonnen. Ja. Nou, kleine vogeltjes worden groot, hè? Ja. En weet je ook misschien wat de naam betekent? Nee. Ik heb het opgezocht. Oh, ja, je moet je altijd een beetje voorbereiden. Hè? Ja. Zal ik het zeggen? Ja, dat mag. Het betekent lief. Oh, ja. Maar dat betekent mignon ook. Ja, dat bedoel ik. Lief en snoezig. Ja. Is het dat ook, lief en snoezig? Ja, we zijn lief voor elkaar. Ja? Ja. In zowel in leuke tijden als in mindere tijden. We zijn en lief voor elkaar ook als er iemand toevallig per ongeluk even een valse noot zingt? Jawel. Ja, we helpen elkaar. Ja. Oh, dat doen ze nooit. Nee. Als we het eenmaal kennen, dan zingen wij helemaal prima hoor. Ja. Henriette, hoe lang ben jij er al bij? Ik denk zo rond de twee... Nee, ik ben de oprichter, 40 jaar geleden. Ja. Maar ik ben er heel even tussenuit geweest. Anderhalf tot twee jaar ben ik er uit geweest, want ik moest een studie gaan doen. En die was op dinsdagavond. Dus ik, jullie repetitieavond? Dat was onze repetitieavond. Dus daar heb ik voor moeten kiezen toen. Ja. En daarna ben ik weer toegetreden tot het koor. Nou zag ik helemaal in het begin, aan die advertentie in de krant, jouw naam stond eronder, dat je ooit een heer zocht. Is dat nog gelukt? Ja, ik had toen al een heer. Maar... Maar ik kan me er helemaal niets meer van herinneren. Ik weet ook niet met welke intentie dat we die oproep toen gedaan hebben. Ik kan me niet herinneren. Dus die specifieke heer die jullie toen zochten, die is uiteindelijk niet opkomen dagen? Hij is waarschijnlijk niet opkomen dagen. Ik heb hem niet ontmoet. Nee. Goed, ik wens jullie alle drie een fantastische avond. En niet alleen jullie alle drie. Die hele zaal vol aandachtige mensen op dit moment. Het wordt vast heel leuk. En ik ben heel benieuwd, dat zit in mijn aard, naar de geschiedenis van Mignon. Dank je wel. Dank je wel. Gaan jullie maar weer lekker zitten. Dank je wel. Dames en heren, ja, nu hoort u mij heel goed. Ja,
We vallen zomaar binnen. En niet alleen, samen met ons een hele hoop andere mensen. En ik hoop dat Annemiek in ieder geval kan leven met het feit dat ik het eventjes van jullie overneem. U denkt natuurlijk, wat is dit allemaal? En dat lijkt mij een zeer terechte gedachte. Aan de andere kant, als de burgemeester op deze manier komt, heb ik nog zo'n ambtsketel op. Woensdagmiddag, nou dan moet er wel iets bijzonders zijn. Maar er is mij gevraagd om deze feestelijke viering van 40 jaar vrouwenkoor Mignon wat luister bij te komen zetten. En ik dacht, ik neem wat mensen mee. En ze zijn. Voordat ik begin aan mijn verhaal, zou ik graag één iemand naar voren vragen. En dat is Henriette van der Elzen. En als het goed is, is uw man Mari er ook. Ja. Die mag erbij komen staan. Fijn. Nee, precies, precies. En ik zie er is al wat ervaring, dus dat gaat helemaal goed komen. Van harte welkom ook aan de familie en vrienden. En ik dank het koor en alle koorleden dat ik even mag inbreken in uw programma. Mevrouw van der Elzen, het is toch dankzij u dat we hier vandaag staan. U heeft het koor namelijk 40 jaar geleden, of nog beter 41 jaar geleden, zelf mede opgericht. Het koor is voortgekomen uit het kinderkoor. En er waren op dat moment in die tijd niet veel kinderkoren. En dat was toch, en dat vond u ook, een grote behoefte aan. Nu is dit nog steeds een florerend koor. Met tussen de 45 en 55 actieve leden. En we kunnen wel bijna zeggen dat het koor uw kindje is. U bent ruim 30 jaar lid van het bestuur geweest in de rol van penningmeester. En deze taak heeft u vervuld van 1981 tot en met 1989. En van 1996 tot en met 2021. Dat heeft u gedaan met grote toewijding door bijvoorbeeld steeds naar partijen te zoeken die kunnen doneren of sponsoren. Zoals bijvoorbeeld de grote clubactie van de Rabobank. Uiteraard had u ook andere financiële taken zoals de jaarcijfers, subsidieaanvragen, de begroting, de rekeningen betalen, de boekhouding bijhouden en ook de ledenadministratie en uiteindelijk, niet onbelangrijk, de bestuursvergadering. Daarnaast heeft u veel energie gestoken in de activiteitencommissie, waar u nog steeds lid van bent. En daarover gesproken, de activiteitencommissie organiseert de rest van deze feestavond. Maar het viel niet mee om u buiten dit uurtje vooraf te houden. Dus dat is georganiseerd door het bestuur. Ook heeft u veel tijd en energie gestoken in de organisatie van het kerstconcert dat georganiseerd wordt samen met de Harmonie. U heeft een groot netwerk en maakt daar goed gebruik van. En u wordt omschreven als een kundig bestuurslid en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gezonde financiële positie die het koor op dit moment heeft. De bestuursvergaderingen van het koor werden altijd bij u thuis gehouden. U houdt van gezelligheid en bent een hele goede gastvrouw. Ik hoor jou zeker. De tafel stond altijd helemaal vol met lekkernijen. Zo werden de bestuursvergaderingen altijd weer een feestje en liepen daarom over het algemeen flink uit. Naast het koor heeft u ook nog veel ander vrijwilligerswerk gedaan. Zo bent u al 31 jaar actief als buurtcontactpersoon en vrijwilliger voor de parochie in Gemert. Vroeger bracht u het parochieblad rond. Nog altijd regelt u de bezorging en het ophalen van de enveloppen van de actie Kerkbalans en de vaste actie. Tevens onderhoudt u vanuit de parochie het contact bij belangrijke gebeurtenissen van buurtgenoten zoals geboorte, huwelijk, uiteraard overlijden, etc. Ook bent u ongeveer 10 jaar coördinatrice geweest van de lokale inzameling van het Astmafonds. U zorgde voor de aanwas van nieuwe collectanten en plande deze in. U deelde de routes in en maakte de collectebussen in orde. U nam de bussen weer in en telde de inhoud. En na de collecteronde bezorgde u iedereen een bedankkaart. In 2018 bent u benaderd door de locatiecoördinator van Zorgcentrum De Ruizenberg om een creatieve ochtend op te zetten voor de bewoners.
Deze moest ook toegankelijk zijn voor andere ouders, ouderen en inwoners van de gemeente Gemert-Bakel. En de creatieve ochtend is iedere 2 weken op dinsdag. U bereidt deze ochtenden voor en bedenkt steeds weer een actueel en afwisselend onderwerp om de deelnemers te enthousiasmeren. Hierover is altijd een overleg voorafgaand en u doet tevens de inkopen. U biedt creatieve begeleiding, gezelschap en niet onbelangrijk een luisterend oor. Bij de zorgcoöperatie Gemert bent u sinds 4 jaar buddy en vrijwilligster. Zo bezoekt u een mevrouw die een hersenbloeding heeft gehad en die zich door uw aandacht minder eenzaam voelt. Mevrouw van Elzen, ik heb gelezen dat u heel attent bent en altijd een luisterend oor heeft. Zeker voor nieuwe leden. U bent heel creatief en vindingrijk en heeft de naam Crea Bea ook zelf bedacht. U roept regelmatig, dames, opletten. En dan krijgt hij terug, ja Henriette, we doen niet anders. En dat doen ze iedere keer weer. Kortom, u bent een gewaardeerd vrijwilliger met mooie bestuurlijke kwaliteiten. Maar bovenal met een groot hart voor de medemens. En voordat ik bij het officiële gedeelte kom, ik wijk een beetje af van de tekst. Maar dat mag even. U heeft zo'n bijzondere vierde doopnaam. Gewoon even, dat zijn dan dingen die mij bezighouden als ik dit voorbereid. Mazzarello. En ik heb even zitten googelen. En in de tijd dat u geboren werd, werd deze mevrouw heilig verklaard. Dat kon ik vandaag niet doen. Maar als je dit hebt gelezen, dan denk ik dat de paus... Je bent op de goede weg. Maar... Er is hoop. Ja, nee, maar er is altijd hoop. Dank u. Nee, dank u. Sorry, maar ik moest het even kwijt. Ik vond het zo bijzonder dat ik het wilde opzoeken, maar ik vind het een hele mooie vierde doopnaam. Daarom nu officieel. En ik geloof dat nu het startsein is, dat ook de mensen hier aanwezig zijn. Ik zie al wat staan, het gaat helemaal goed komen. Tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het zijn de majesteit de koning heeft behaagd om mevrouw Henrika Maria Dominica Mazzarello van den Elzen-Gruiters te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mag ik van u allen een daverend applaus. Lang zal zeven de koning zijn en de koning.